Dat Chaloup ondertussen ook bij KV Kortrijk heeft getekend, net als Van den Bergen. De doelman die dus niet onder de lat staat. Maar eerst even kijken naar Lommel. Bissimana die in de ploeg komt en ook Van Steenkisten. En verrassend toch ook wel William Dutoit, de ouderdomsdeken en tweede doelman bij Deinze, krijgt nog eens de mogelijkheid om zich te tonen. Dan hadden ze die jongens hier vanuit Lommel misschien toch wat gemotoriseerde politie moeten sturen. We kijken naar Kouwe. Alleen op Dutoit. Kouwe en de redding opnieuw van Dutoit. Ja. Een mooie aflegger was het alweer. En Kouwe, ja. Alweer een botsende bal. Onder meer. Hier is Smits. Neven Marok Rossa, Youssouf. Die zijn allemaal geblesseerd. We kijken naar Saito. Hij doet het weer, de kleine Japanner. En het is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde verhaal. Als een duivel uit een doosje. 1,70 meter is hij. Ja, Dutoit, dat zijn niet de leukste manieren om je kans te krijgen om je nog eens te tonen. Maakt er hier al na 2,5 minuten. Kijk, is alweer zo'n diepe bal. En dan is hij heel vlug. Mooie controle. En krap binnengelegd. En Dutoit, ja, die gaat zelfs niet plat. En de assist op naam van Smits. Wat is dat toch een aanwinst voor Lommel. Gemeten paas. Prima controle van de Japanner. Maar deze paas is fantastisch. Dit is mooi. En dan met rechts. Aanname met links. En afdrukken met rechts. Dutoit geen schijn van kans. En zo krijgt. Hier is hij nog eens. Fraser. Klaar lijken. Kierijnen op de rechterkant. Dat is geen slechte voorzet. En de knik van Mertens. Bal tussen de palen. We noteren het. We zijn 8 minuten ver. Kijk eens, dat combineren, dat lukt zo goed, telkens weer. En Saito, slim. Houdt er hier weer twee aan de praat. Kijk eens, en dan moeten ze hem foutief afstoppen, maar is er weer al langs. Daar de voorzet. Oh, knap gedaan van Sales. Dit verdiende wat meer. Die ver intrapt. En dan ondertussen weer bij Smeet zitten. Maar kijk eens, alweer hij. Daar is Kouwe. Kouwe moet scoren. En de redding van Dutoit. Maar wat een heerlijke actie alweer van Brian Smits. Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Al veel, maar hij illustreert dus nog maar eens wat een goede voetballer hij is. Kijk eens, prima aangespeeld. Oké, Kouwe moet daar anders afgedekt. Dat is misschien ook wel waar, maar die paas was bijzonder precies. En dat ene op eigen veld in de laatste thuiswedstrijd. Tegen een gretig Liersen. En nu botsen ze op een gretig Lommel, maar Chaloup probeert het met een prima poging. En de busser duwt hem uit de winkelhaak. Het was een prima haak. Hij moet uitkijken, want dan mist hij twee wedstrijden. Kijk je hier naar Sales. Sales de 16 binnen. Even kappen. Sales! Oh, wat een goal! De topschutter doet het nog eens. Op een kleine 6 minuten van de rust. Een heerlijke goal. En daar even met sprekend gemak Jannes van Steenkisten in de wind gezet. En Dutoit de schade. Maar aan deze trap van Arthur Sales. Ja, daar was geen houden aan. Zijn 8e van het seizoen. En wat voor een mooie krulhard. En goed geplaatst. Maar even kappen voorbij van Steenkisten. Hup, en even tikken voor zich. En dan een streep in de verste hoek. Knappe goal van deze Arthur Sales. En net voor rusten Lommel. De man ex-Vierton Fransman. We kijken naar Dan Sokko. Eindelijk is een mogelijkheid voor Deinze in de tweede lijn. Nu kijken. En de goal, jawel. Het is Kierijnen die scoort. Goed hoog mee opgekomen. Had daar alle vrijheid en legt hem goed binnen. En daar is de aansluitingstreffer. Toch het eerste doelpunt van hun ploeg gezien. Goed doorgeknikt hier. Prima gedaan. Mertens in een soort pre-assistenrol. Dan Sokko, wat geluk hoor, tot bij die tweede paal. Want er zat nog een lommelsvoetje tussen. Gaan we hier goed kunnen zien. Die bal wijkt eigenlijk af en dan is Kierijnen goed gevolgd. Om af te werken. En zo krijgen we terug een wedstrijd na 12 minuten. Ik zei dat hij nu snel heel veel jongens gaat wisselen, maar dat lijkt mij niet het geval. Hier is Saito. Saito,
Even Dolle met Priscinenko. Saito klaarleggen voor Smeets. Oh, de paal! Ah, het zit niet mee voor de Nederlander. Dat Lommel hier natuurlijk ook had kunnen verder weglopen met deze prima actie van Saito. Goed gezien. Goed van Smeets. Klaarleggen voor zijn linker. Het is een rechtervoet. Het is niet zijn beste voet, maar hij trapt hem wel prima hoor. Bij dit soort fases geen last van het veld of dan toch Smeets. Ik zie hem toch best geconcentreerd. En ik zeg het, hij verdient er ook eentje, maar het wordt Kis. Oh, goeie poging was het hoor. Verwarring natuurlijk ook een beetje. Ja, ze gaan allemaal de lucht in. En als hij gewoon die bal wat beter richt. Maar weggewerkt Caio Roque. Die stuurt Sales nog eens in het gat. En die mag het nu gaan opnemen tegen Priscinenko en tegen Dutoit. Sales. Ja, die zag Dutoit goed komen. Dat was een beetje een getelefoneerd schot. Je wist dat hij die linker zou zoeken. Hier nog eens kijken. Sales, hij zoekt die linker natuurlijk. Goeie overstap is dat wel hoor. Want met jongens als deze Brian Smeets en met jongens als Saito hadden ze wat veel hoger moeten eindigen als Istik misschien wat vroeger was gekomen. Maar dat is niet zo. Het seizoen zit erop. Lommel.